Want 0-0 is nog altijd een stand die hoop biedt. Alakmak dus de vervanger van Duits. Stuk aanvallender ingesteld. Duits gaat vloekend naar de bank dan. Chatli. Het was riskant zoals hij de bal daar weer het veld eigenlijk inkopte. Drost. Martina. Kan RKC nog wat? Daar zit de pijn. Net boven de enkel bij Sander Duits. Eerste actie van Alakmak. Alakmak. En hij maakt hem. En hoe? Wat een prachtige goal voor RKC. Het is zowaar zijn eerste balcontact. En de gebalde vuist bij Brood. Want RKC staat met 1-0 voor in Enschede. Is dit het doelpunt dat RKC tot in de finale van de play-offs brengt? 0-1. Zijn eerste actie. Het is een goede dribbelaar. En hij heeft ook een goed schot, want dat laat hij hier zien. Boske kan er alleen maar naar kijken. RKC staat met 1-0 voor op bezoek bij FC Twente. Aan de andere kant inmiddels al bijna een mogelijkheid voor Twente. Als wij nog kijken naar het feestvierende RKC.